Dag dames en heren, vandaag begon de dag op heel veel plaatsen met wat nevel, wat mistvlaarden, maar vooral ook heldere luchten. De zon die was er al vroeg bij en op de satellietbeelden kunnen we ook heel duidelijk zien dat er in Nederland weinig bewolking aanwezig is. Ja, op de Noordzee, daar lag halverwege de ochtend al wel een band met bewolking, wat helemaal tot tegen de Zeeuwse -Zee Vlaamse kust wist aan te schurken. Maar op veel plaatsen dus alleen maar zonneschijn. Als we wat uitzoomen dan zien we dat die Noordzee helemaal vol zit met bewolking, niet dus alleen ten westen van ons, maar ook ten noorden. En de wind waait uit een noordelijke richting, dus die bewolking komt wel geleidelijk aan onze kant op. Maar vandaag hebben we daar eigenlijk niet mee te maken. Het is prachtig zonnig weer. Geleidelijk aan ontstaan stapelwolken, zodat vanmiddag ook wel af en toe de zon schuil gaat. Maar het blijft overal droog en de temperatuur loopt op in het binnenland naar zo'n 18, misschien wel 19 graden. Vlak aan zee, met de wind uit noordelijke richting, blijft de temperatuur wel een paar graden achter. Vanavond verdwijnen de stapelwolken, maar verschijnen juist in het noorden al wel wat wolkenvelden. En vannacht, dan neemt de bewolking ook elders geleidelijk aan toe temperatuur daalt voordat de bewolking komt landinwaarts nog tot net even boven het vriespunt. Als de bewolking arriveert, dan gaat de temperatuur omhoog. Nou, morgen hebben we dan op veel plaatsen in de ochtend bewolking. Met name in het noorden en midden van het land. Ten zuiden van de grote rivieren, daar breekt ook morgenochtend nog wel af en toe de zon heel aardig door. En ook morgenmiddag zien we die tweedeling een beetje terug. Overigens in het noorden weet dan later toch wel weer de zon door te breken. Afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn loopt de temperatuur aardig op. Zo zien we in het zuiden van Nederland weer temperaturen zo tussen de 16 en de 19 graden. In midden-Nederland zitten we er een beetje tussenin, want in het noorden. Blijft de temperatuur onder de bewolking steken op slechts een graad of 11? Nou, de komende dagen verwacht ik vooral weer veel zonneschijn. Dat zien we woensdag alweer gebeuren. Meer zon. Temperatuur met 15, 16 graden aangenaam voor begin mei. Op een veel zonneschijn, in de middag wel wat stapelwolken, misschien dat in het zuidoosten van het land later op de dag een lokale bui kan vallen, maar kijk eens naar de temperaturen tot 20 graden aan toe in Maastricht. En ook de dagen daarna blijft het voorlopig droog met regelmatig zonneschijn en de temperatuur als we kijken naar de pluim, die zien we zo richting het weekend zelfs oplopen. Midden-Nederland kan uiteindelijk temperaturen verwachten die oplopen naar misschien wel een graad of 20. Tot de volgende keer.